outside of the cold, into the dark. I'm out here alone, lying here awaiting your mark, but you never called in. I don't know where to go. We zitten in een tweestrijd en dat raakt verschillende thema's die hier voor de pauze gezegd werden, het zoeken, onderzoeken. Op dit moment hoor ik een zoom, een beetje op de achtergrond. En aan de ene kant geeft het me heel veel rust en die zoom hoor ik wanneer ik geen gedachten heb. Mm-hmm. Aan de andere kant wil ik het heel graag onderzoeken. Maar het is zo'n fijn gevoel. En dan ben je bang dat het weggaat als je... Ja, right. Ja, dan maar niet doen. Maar die tweestrijd, die houdt me bezig. Hoe werkt het dan met onderzoeken van geluid? Meestal is het onderzoeken van een emotie of is het onderzoeken van... Bijvoorbeeld door te kijken waar het voor staat of waar het een signaal van is, met betrekking tot de vrees dat het dan misschien weggaat, want ik vind het zo prettig. Het zou kunnen blijken dat je het op een gegeven moment niet meer nodig hebt. Dus dat waar het de aandacht op vestigt, dat ook zonder die tussenkomst van het geluid zou kunnen. Het zijn allemaal mogelijkheden. Ik heb dit nooit onderzocht, want ik heb het niet. Maar dat is wat ik me kan voorstellen. Dus wat ik wel vroeger had, was, en dat is een bekend verschijnsel, dat je een soort van die achtergrondruis hoort. Wat waarschijnlijk gewoon het bloed is wat je hoort. Maar goed, dat weet ik niet precies. Maar dat gaf in ieder geval een rust en een soort accentuering van stilte en ruimte. Maar op een gegeven moment lukte het om... Want ruis is nog steeds geluid. Om te horen waar de ruis in plaatsvond. En dat was echt stil. Dus toen, ik kan het nog horen als ik erop let, die ruis. Maar de neiging is er niet meer. Because I don't need it. Dus het kan een functie hebben als een soort focuspunt. Waardoor het makkelijker wordt om die stilte te ervaren en toe te laten in het systeem. En dat is uitstekend, obviously. Maar het zou ook kunnen dat het rechtstreeks kan. Dat het een tijd lang handig was. Maar niet per se noodzakelijk. Want strikt genomen zoals het klinkt, maar nogmaals, ik heb het niet, dus ik heb hem niet onderzocht. Gaat het erom dat die stilte ervaren wordt en niet zozeer dat die brom of whatever... nou zo prettig is op zichzelf. Ja, hij zit heel erg op de achtergrond. Mm-hmm. Ben ik ook weer nieuwsgierig naar van, oh hey, waar komt het uit? Mm-hmm. Ja. Ja, er zijn er inderdaad die zeggen dat het de grondtoon van zijn is. Dus ik ken het verschijnsel wel, maar niet de klank zelf. Hoewel het mogelijk is, maar dat is dan niet zozeer een horen voor mij dan. Maar voelen dat er een soort drone ergens deep down aanwezig is, een soort grondtoon, zo je wil. Maar ik voelde die meer, of voel, nu ik het erover heb, voel ik hem. Maar strikt genomen heb je wel gelijk van,
Alles wat we onderzoeken kan door het onderzoek zelf veranderen. En over het algemeen hebben we natuurlijk de neiging om vervelende dingen te onderzoeken, omdat we direct of indirect er toch vanaf willen. Dingen waar je blij van wordt onderzoeken, kan ook opleveren dat je het daarna niet meer interesseert. Want strikt genomen, het ecosysteem vaart niet alleen maar op negatieve dingen, maar ook op dingen waar die in bevestigd wordt en die dus vertaalt als zijnde prettig. Nou, op een gegeven moment als je daar als het ware doorheen zakt, heb je niet, en dat is dan de bevrijdingskant, heb je minder behoefte aan bevestiging. Maar je hebt ook de lol die het ego had in het bevestigd worden niet meer. En voor dat ego kan het als een verlies voelen. Ja, dat is in het begin even heel gemeen. Ja. Ja. Ja, want die rotdingen die wilde je wel kwijt. Ja. Heel verbazingwekkend ook. Ik kan me nog herinneren hoe je stond te lachen toen ik je het vertelde. En de positieve ding was het ook al een lading weg. Yep. Ja. 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 Dat vertellen ze meestal niet bij in de ABC-cursus. Hans, we hadden het net over die oordeelloze waarnemer. Ik ben wel heel erg gefascineerd door de dood en ik vraag me dan af, op het moment dat je doodgaat, is het dan ook zo dat je dan ziet van, hé, het was een droom. Maar die dat ziet, die is er dan niet meer, hè, dat ego. Nee. Maar waarom wachten tot je doodgaat? Je kunt dat nu al zien. Ja, dat lukt me niet zo goed. Dus ik heb in ieder geval in het vooruitzicht van, nou dan in ieder geval. Nee, want het lullige is dat die garantie er niet is. Want stel dat je heel veel pijn hebt tegen de tijd dat je doodgaat, dan spuiten ze je plat en dan weet je niks. Ja. Dus die garantie die is er niet. Dus het is handiger om het gewoon nu in te zetten. Ja, dat was gewoon vast. Ja, nee, het is zeker handig om dat nu. En die momenten zijn er soms, weet je wel. Van als er even zo'n soort verplaatsing is waar we het in het begin over hadden, dat je kunt zien van dat het alles wat gebeurt aan de ene kant ertoe doet en betekenisvol is en tegelijkertijd gewoon dreamstuff is. Want we moeten een ik verzinnen eerst en dan pas kan die ik dingen tegenkomen of hem of haar kunnen dingen overkomen, er ontstaan allerlei interacties. We moeten, willen we een beetje drama meemaken, wel een aantal regeltjes hebben van wat goed is en wat niet goed is, dat moeten we verzinnen. Of overnemen van de goede gemeente. Dus er is een enorme constructie nodig om nog een beetje beleving te putten uit het zijn wat er is. Daar is een flinke constructie. Nou, er kunnen momenten zijn als die verplaatsing er is, dat die constructie wegvalt. Het belangrijkste wat wegvalt is eigenlijk die ik-sensatie waar het dan allemaal omheen gegroepeerd is. En op dat moment zijn het niet waardeloze, maar betekenisloze interacties en gebeurtenissen die geen impact hebben, want de beleving van jezelf is eigenlijk, ik ben een soort gat. Een soort gat wat er is en wat alles ziet, maar wat eigenlijk nul belang heeft bij of iets nou zus of zo gaat. Die momenten kunnen optreden. Precies in zo'n moment prik je als het ware door die afgescheidenheidsillusie of die ik-illusie heen. Dat gebeurt gewoon zo kort, zo weinig, zulke korte momenten. En zodra dan komt dat ego er namelijk meteen bovenop. Sure, maar het is al gezien. Ja. Dus hoe driftig die er ook opduikt, van dat gaatje wat geprikt is, dat zit er. En iedere keer dat gebeurt, komt er zo'n gaatje bij. En wat ik in het begin al zei, van aanvankelijk gebeurt dat gewoon zomaar. Op een gegeven moment kunnen we die gaatjes als het ware gaan opzoeken of uitnodigen. Ik kan ze niet echt maken, maar kan ze wel uitnodigen.
Ik kan gaan leren in welke modus ik moet verkeren. Als totaalsysteem dan, niet alleen die bewuste geest, maar mijn hele systeem, zodat dat soort inzichten sneller optreden. En dan word je daar vatbaarder voor. Ja, toch ook weer inderdaad het verliezen van alle geluksmomenten en dan waar je dan ook alweer waarde aan hecht. In het leven die downgrade je dan eigenlijk. Hè? Dus de moeilijke, stressvolle momenten die worden wat neutraal, maar de fijne momenten die je raakt ook niet. Ja, zeker, maar vanuit dus de gehechtheid aan die dualiteit lijkt dat dan een verlies. Maar daar komt iets heel anders voor in de plaats. En het is niet zo dat we totaal gevoelloos worden en dat we nergens meer iets van vinden. Alleen wat er afgaat is wat ik dan maar overreageren noem. Ja. En daar is helemaal geen verlies. Want het is eigenlijk heel treurig om volwassen mensen te zien die te kwaad of te down of te blij rondelen. Je voelt dat meteen alsof er zit iets gemaakts bij. Want zo cool is iets nou ook weer niet. Bovendien, als je een paar decennia rondloopt, dan weet je dat alles heeft een begin, midden en eind. En waar je nu zo blij om bent, misschien over een week jank je erom. Weet je wel, dus tone it down a little bit. Iets is, laten we zeggen, plezant of minder plezant. Maar, ach. Ja, ik merk dat ik toch nog wel veel heen en weer schiet in het dagelijks leven. Of vooral met de kinderen. Ik kan enorm genieten van een knuffel en van de mooie dingen. Maar ook wel weer gewoon super geïrriteerd worden als ze dan weer aan het kibbelen, aan het ruzie maken zijn. Which they do a lot. Ja, we kunnen dat proberen op te vatten. Dus als een soort training van hoe kan ik precies de juiste balans vinden van genoeg in tune er nog mee zijn zonder overdreven betrokken te raken. Dan hebben we nog iets aan die kinderen. Voor de rest. Wat je net ook zegt, als het dat er iets anders van de plaats komt. Dus dan legt dat nodig hier, dat ik dan in een soort extase kom. Die lekkerheid gewoon in mijn aandacht blijft houden en de gevaar hier. Ja, want je zou extase, dat is heel fijn aan de ene kant, maar ook een vorm van overreageren kunnen noemen. Dan laten we ons te veel meenemen in een spiritual high. En het nadeel daarvan is dat je daarna ook altijd, net als met drugs, je krijgt ook een drop-down. Ja. En, yeah. Maar je hoeft alleen maar in de handen te houden eigenlijk. Yes. En dus een voorkeur ontwikkelen voor die ruimte of die natural state, die, nou ja, ik heb dat eerder gezegd, is natural state, not ecstatic state. Weet je wel, die is eigenlijk prettiger. Want het is een soort open ruimte waar dingen gewoon welkom in zijn. In plaats van, oh yeah. Kijk nou eens wat er weer ervaren wordt. Dat is toch wel een leeftijd voor nodig is. Nou ja, als we die geneigdheid hebben, dus als we een vatbaarheid hebben voor extase, dan moeten we daar een beetje op letten. Een ander die heeft misschien een lichte voorkeur voor depressie en die moet ook even een beetje wakker blijven. Ik ben heel graag chagrijnig. Dat vind ik fantastisch, dus daar moet ik een beetje op letten. Ja, dat is een natuurlijke gave. Dan schrijf ik dan een paar van die rotboeken en dan is het hopelijk uit het systeem. Valse noten 2 is bijna klaar, dus dan kan ik daarna weer iets anders gaan doen. Get it out of my system. Grumpy old man. Voor mij een beetje zo opkomt met pessimisme, waarvan ik dan af en toe afvraag van, ja, ik kan er niks aan doen, want het is het gewoon. Dat je pessimistisch bent. Ja, of chagrijnig, of weet ik veel hoe je het kan noemen, maar gewoon lekker. Ja, als je er maar van geniet. Ja. Ja. Daarom noem ik mezelf in valse noten een vrolijke pessimist. Ja, of, ja,
Dat is een superhandige levenshouding. Er is namelijk heel veel om treurig over te zijn en altijd. Dus heerlijk! Ja. En soms ga je daar dan in zoeken van of dat dan ergens vandaan komt, weet ik veel wat. Maar, als je ervan kan genieten, dan hoef je er niet een onderzoek naar te doen. Ja, andere mensen hebben er vooral last van. Ja. 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 Ja, andere mensen. Kijk, een beetje pessimisme als antidotum voor naïviteit is wel gezond. Als we echt een pessimistische houding erop nahouden, dan is dat wel iets om te onderzoeken. Iemand die zei een keer, en dat vond ik wel grappig, van een optimist, die doet het verkeerd, want die kijkt zo omhoog dat hij over iedere steen valt. Maar een pessimist die kijkt zo naar beneden en die loopt tegen iedere muur aan. Dus misschien kun je beter realist zijn dan gewoon rechtuit kijken. Misschien net handiger. Het komt verder nergens op uit, dus dan denk ik, het zou wel goed zijn. Het heeft wel met een toekomstverwachting te maken. Dus op het moment dat je gewoon aanwezig bent, right now, dan is er van al die ismes geen sprake. Je hebt een toekomstperspectief nodig om optimistisch of pessimistisch of fatalistisch of whatever te kunnen zijn. Het heeft altijd met begins te maken. Toch nog even onderzoeken. Ja. Yeah. Maar ik ben altijd gewoon chagrijnig in het moment. Je beschrijft wel eens dat je op een gegeven moment, en je had van alles geprobeerd, op een gegeven moment zei je, fuck it, mijn handen er vanaf, probeer, doe maar met me. En eerder hadden we het over aan de knoppen zitten. Kun je zeggen dat het ook een soort periode fase was, die houding van oké, doe maar met me. En dat later kwam wel weer. Daarna, pas later inderdaad, gaan die vaardigheden zich ontwikkelen. Omdat in het begin, toen ik dingen probeerde, was dat allemaal ego gedreven. En dan start je al vanuit allerlei modelletjes in je hoofd van hoe je zou moeten zijn of hoe het zou moeten zijn enzovoort. En dan loop je op een gegeven moment gewoon tegen een muur. Want met inzet alleen, vooral als dat niet gehinderd is door enige kennis, dan kom je niet zo heel ver. Dus op een gegeven moment kwam er inderdaad zo'n soort overgave moment van doe maar met mij, want ik kan dit niet. Nou, en dat opent dan dingen gaandeweg en dan ontwikkelen zich dingen en dan begin je door te krijgen hoe dingen functioneren, hoe dingen werken en dus bijvoorbeeld wat ik er straks zei, hoe je in een ontvankelijke modus kan komen, zodat je dingen kan inzien of onderzoeken en hoe je dingen kunt doorvoelen. En een van de eerste dingen die daarbij opviel was dat het eigenlijk heel simpel is, je hoeft er alleen maar niet meer voor weg te lopen. Want dat was wat ik aanvankelijk veel deed. Op alle mogelijke manieren bij het onplezierige uit de buurt proberen te komen. Of het proberen in te ruilen voor iets anders. Nou, op een gegeven moment ontstaat er een helderheid waardoor je kan zien wat je eigenlijk aan het doen bent. Dat helpt dus met dat zelfobservatie. Dat je naar jezelf kan kijken. En ik kan niet zeggen dat ik dat naar jezelf kijken gemaakt heb. Op een gegeven moment werd dat ontdekt. En nou, net als met die prikjes waar het net over ging, van als je even kan zien van, oh ja, het is net als een droom. Dat zelf observeren, als dat wakker wordt, dan dat gebeurt gewoon als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, of als de tijd juist is. Maar vervolgens ga je ontdekken hoe dat werkt.
En hoe je je dus in een modus kan krijgen dat zelfobservatie werkt. Nou, dan wordt het dus bewust. En dan kost het aanvankelijk dus, omdat je nog niet werkelijk bekwaam daarin bent, kost dat heel veel moeite. En op een gegeven moment gaat dat gewoon steeds gemakkelijker. Dus het is niet zo dat je nu rondloopt van ja, doe maar met me. En, Nee, dat was weet ja, ik veel, 30 jaar geleden of zo. Ik heb wel eens dingen van je gelezen en misschien nam ik je dan veel absolutistisch op. Misschien ook met dit. Ik denk van, oh ja, dan moet je altijd een soort van, doe maar met me, zo'n houding hebben. Maar dat is het dan ook niet. Nou, dat kan wel, want een benadering is totale overgave. Dus dat is totaal niet doen. En daar is dus een route die... Dan moet je de personality traits voor hebben om gewoon alleen maar de route van overgave te gaan. En dat betekent dus dat je nergens op ingrijpt. Dat is heel radicaal. En er zijn maar heel weinig mensen die daartoe in staat zijn. Dit ging veel meer over een moment waarin er een soort draai plaatsvindt, waarbij dat ego gewoon zijn klauwen eraf trok. Maar niet als een soort permanent iets. Wat ik vervolgens ontdekte was van, er zijn actieve modussen en daarin ben je aan het onderzoeken en dingen aan het doorvoelen. Dus dat lijkt daar erg op doen. Weet je wel? En je moet dan daar vaardig in worden en dan gaat dat steeds beter. Er zijn andere momenten die veel meer oproepen tot een uitzoomen, wat je dus veel meer een overgave gebeuren kan noemen. Dan blijf je gewoon overal vanaf. Het wordt alleen gezien en gevoeld. Maar je doet niks, je stuurt niet, je grijpt niet in, je controleert niet, je wil het niet inruilen voor iets anders. Er is alleen die waarnemendheid, die ook altijd voelend is, by the way. En dan is er een soort toelaten dat dingen zich ontvouwen of zich uitrollen zoals ze dat doen. En op een gegeven moment ga je ontdekken in welke situaties de ene benadering effectiever is of beter is en in andere situaties de andere. Dus daar is dat onderscheidingsvermogen van wanneer wat te doen. Dus je hebt op een gegeven moment een aantal vaardigheden en dat is mooi. En als je daar goed in bent, dat is super tof. Maar vervolgens moet er nog een vaardigheid bij, namelijk onderscheiden wanneer welk instrument zeg maar te gebruiken. Ja. En dat is een heel proces. Ja, dus eigenlijk denk ik zoals voor jou nu is, van gewoon elk moment, oké, wat vraagt dit moment nu van me? Ik ben er gewoon niet mee bezig. Nee. Ik kan niet zeggen, ik zit vrijwel nooit werkelijk iets aan te kijken of te doorvoelen of weet ik veel wat. Wat ik wel merk is dat er weinig weerstand is als er iets opkomt. Dan wordt er eigenlijk automatisch even naar gekeken of het wordt gevoeld, gewoon terwijl het bezig is. Ja. Dus dat gaat gewoon in real time. Tenzij er eens een keer, maar daar is maar heel af en toe een wat groter ding speelt. Nou, en dan is de neiging over het algemeen om in een soort backseat te gaan kijken en gewoon te kijken van hoe dingen zich ontvouwen willen. Want er is niet zo heel veel neiging om dan erboven op te duiken en het te willen gaan sturen of te gaan zeggen dat het zus of zo moet zijn, because I don't know hoe het moet zijn. Ik heb het liefst dat dingen kloppen. En soms kloppen dingen die Hans character goed uitkomen, soms kloppen er dingen die hem wat minder goed uitkomen, maar dat is niet zo heel belangrijk eigenlijk. Ja. Maar dit is misschien net het voorbeeld van de auto rijden, het zit helemaal in jouw systeem. Ja. De houding, de ontvankelijkheid. Ja, en net als inderdaad met autorijden, er zijn af en toe momenten dat je dan even goed erbij moet zijn. Weet je wel, maar over het algemeen is het gewoon cruise control. En ik zit nog veel te veel met alles bezig. Ja. Maar als we dus weer vanuit dat concept van vaardigheden nog niet alle vaardigheden helemaal in onze macht hebben, om het zo maar te zeggen, ja, dan zijn we wat te veel aan het schakelen en te veel aan het sturen. En vooral als we nog niet doorhebben dat het ding eigenlijk op een railsje rijdt. Ja. Nee, maar ik dacht dat het gaat ook om eerlijkheid. Ik dacht van moment tot moment. Wat ik zei, van wat vraagt dit moment nu van me? Yes. Maar dat is de beste houding. En dat je kijkt, voor mij vraagt dat nog een alertheid, erbij blijven met mijn aandacht. Bij jou gaat het vol automatisch.
Maar dat ging dus niet in één keer, maar volautomatisch. Dat is een proces. En die eerlijkheid, nou goed, daar hebben we het vaker over gehad, van die is heel belangrijk, dat je gewoon ziet wanneer je ergens voor wegloopt of met halve aandacht iets onderzoekt. Hè. Dus dat is een ander ding waar ik het vaker over heb, de kwaliteit van de aandacht. Van onderzoek ik het nou echt of ja, ik zit er zo'n beetje naar te kijken en dan kan ik mezelf wijsmaken dat ik er naar gekeken heb. Weet je wel? Of ik heb er drie ideeën over en dan, oh ja, ja, nou weet ik het wel. Mm-hmm. Is het al getransformeerd? Is er echt iets gebeurd? Nee, dan heb je niet echt gekeken. En als je eerlijk bent, dan weet je dat. Of dat je gewoon kan toegeven van ik heb geen zin om naar dit stuk te kijken. Dat kan ook. En dat kan zijn dat je er dan nog niet aan toe bent of dat je nog niet, dat je al vermoedt eigenlijk, dus dat je eigenlijk verder bent dan dat je toe wil geven. Dat je vermoedt dat als ik dit ga aankijken, dan gaat dit en dit omvallen. Nog even geen zin in. Maar dat is dus ook hoe het zich ontvouwt. Ja, natuurlijk, dat hoort erbij, maar lig er dan niet over, weet je wel. Want erken dan gewoon, oké, too chicken shit om daar nu nog naar te kijken. We gaan even wat... Dit. Je zit jezelf dat doen, toch? Nee, kut, ik wil geen chicken shit zijn, dan ga je toch wel doen. Ja, dan wordt het leuk. Ja, precies. Ja. Dus ja. Ja, cool. Hoe zit het nou met die I am, dat hij op een gegeven moment omdraait, weer? Ziet hij dan in alles wat hij voor het heeft gebracht, dat wat achter hem ligt en lost zichzelf daarmee op? In een moment kan dat totaal terugvallen, zeg maar, in zichzelf. Dus oplossen. Als het organisme niet doodgaat, dan keert hij zich gewoon weer om en gaat weer spelen met verschijnselen. Mm-hmm. Alleen er is dan wel iets gebeurd. Als het zichzelf weer herkend heeft, om het zo maar te zeggen, ja, dan is de verwarring weg over wat die nou eigenlijk is. Ja, dan zijn die drie weer hetzelfde. Yes. En dan is dus het idee weg van het een afgescheiden wezen zijn. Ja. En welke herkenning is daarvoor nodig? Zien dat dit voor I am, dat is wat achter I am? Dat idealiter. Maar eigenlijk is het al voldoende als vanuit de... Dit zijn niet per se mijn woorden hoor, maar... Nee. Als die afgescheiden persoon die ontstaat eigenlijk door dat bewustzijn of die I am verkleeft met die body-mind. Right? Dan ontstaat de ik-illusie en dat we een afgescheiden wezen zijn. Op het moment dat I am zich realiseert bewustzijn te zijn en niet die body-mind, dat is eigenlijk al genoeg. Maar dan is er nog geen realisatie van het absoluut. Dus daar is gewoon dat bewustzijn weer beseft van, oh maar wacht even, ik stelde mij op als een iemand, maar ik ben eigenlijk bewustzijn. En niet dat hij dat denkt, die gedachte die bestaat helemaal niet, maar dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dat is wat ik ontwaken noem. Dus goed, het herkent zichzelf weer voor wat het is. Nou, de andere stap is dat de realisatie komt datgene te zijn wat aan I am vooraf gaat. Dat is wat ik dan realisatie noem. Dus het ene is ontwaken, het andere is realisatie. Ja, dat zijn twee stappen. Ja. Waarbij het overigens mogelijk is, hoewel dat niet zo vaak voorkomt, maar het kan wel dat dat in één keer gebeurt. Dus dat het niet via de tussenstap gaat van ontwaken. It happens. Zoals alles in dit krankzinnige universum kan. Alleen sommige dingen gebeuren wat vaker dan andere dingen. Ja, want is er op gevoelsmatig vlak een sterk merkbare verschuiving van de eerste naar, zeg maar van 0 naar 1, de eerste stap? Verblijf in gewaar zijn, permanent? In vergelijking met? Rustiger, niet geïdentificeerd zijn. Eigenlijk alles zoals het altijd is, maar dan... Nou, kijk, in de grond van de zaak lijkt dat ontwaken en realiseren heel erg op elkaar, omdat de overdreven betrokkenheid eruit valt. Zowel de over,
overdreven betrokkenheid van het ding zelf als op die wereld. Alleen bij realisatie, dus de herkenning, ik ben het absolute, lijkt er, ja, hoe zeg je dat, in de diepte of op de achtergrond nog iets anders te zijn. Dat is een beetje lastig uit te leggen. Er lijkt een soort granieten ondergrond dan bij te komen. Want in die awakening, wat fantastisch is, omdat je af bent van die verkrampte, ik ben een afgescheiden ding, dus de boel gaat open, maar het lijkt nog een soort sfeer. En hoe open en vrij die ook is in vergelijking met die ik ben een afgescheiden wezen modus, het heeft ook iets fragiels. Verdroomd. Ja, maybe. Dus vanuit de ene kant gezien is het gewoon echt fantastisch, want de bol gaat gewoon open en het wordt helder. En je bent die overdreven egozucht kwijt enzovoort. Maar er is ook iets wat nog voelt van dit is het niet. Zo'n vermoeden of zo'n... Nee, maar je weet wel dat meteen dat het heel anders is dan dat het ooit was. Ja. Het is een enorme shift. En dus ook rete belangrijk. En het is heel belangrijk dat dat in het algemeen dat dat stabiel wordt. Maar het blijft een belevingssfeer. En... Maar ik moet zeggen dat ik dat moeilijk vind om goed te kunnen duiden, omdat hier dat realiseren eerst was. Dus ik ken wel mensen bij wie de route was van ik ben iemand en er is de realisatie van ik ben bewustzijn, dus de awakening. En dan, oké, de realisatie van ik ben het absolute, om het maar even zo in woordjes te zeggen, maar... Die tussenstap ken ik niet. Dus het vergelijken kan ik alleen maar doen op basis van wat ik anderen over heb horen zeggen en wat ik erover gelezen heb. Dus de voorstelling of de indruk hier is van dat het lijkt als die awakening er is, dat die sfeer dat die al compleet is. Van mij uit gezien, ik zit als het ware, niet ik die Hans-character, maar ik dat, te kijken naar die sfeer. Ja, omdat ik er al vooraf ga. Nee, ik heb er geen zak mee te maken. Ja. Terwijl vanuit die sfeer lijkt dat alles te zijn. En vanuit binnen die sfeer is dat ook zo. Except it's not. Dus hij lijkt helemaal compleet en het is echt net zo overtuigend als... ik ben een iemand voor de meeste mensen is die awakening overtuigend voor degene die daarin zit. Dus echt, ik heb zelfs meegemaakt dat ik dan bij iemand bij wie dat zo plaats had gevonden, wat natuurlijk feest was enzovoort, ik na een tijdje begon te roepen van, ik wil niet vervelend doen, maar er is nog iets mogelijk. Nou, dat werd dus ruzie en ik heb hem daarna niet meer gezien. En misschien, want ik weet niet meer precies hoe dat ging, dat ik het niet handig zei. Dat zou ook kunnen, want ik heb ook zo mijn momenten, vooral als ik chagrijnig ben. Ik dacht niet dat ik toen chagrijnig was, maar misschien te pusherig of whatever. Ja. Dus ik wil niet de schuld bij hem leggen. Weet je wel, maar ik vond het wel opmerkelijk. Mag ik nog vragen hoe de speldenprik in dit hele verhaal speelt? De speldenprik van bewustzijn. Dat, ja, maar daar is dus wat er gebeurde van... Dat er een moment is dat je gewoon ziet dat die speldenprik van bewustzijn opkomt. En daaruit ontstaan alle dingen. Dus daar is een soort Big Bang, als het ware, die optreedt. Maar dat wordt dus allemaal gezien, waardoor mij duidelijk werd... Ik ga vooraf aan het hele bewustzijnsfeestje. Because I saw it coming. En mag ik vragen wat voor moment dat was? Was je gewoon wakker of werd je wakker? Of? De eerste keer dat dat gebeurde, dat was
Ik zat met een koptelefoon op naar een elektromantra te luisteren. Dat is een biofeedback systeem en dan worden klanken, simpele synthesizer klanken eigenlijk precies op jou afgestemd om je in theta en alpha golven te krijgen en whatever. Dus dat ging helemaal niet over realisatie of iets dergelijks. Ik wist niet eens dat dat er was. Maar in ieder geval, ik zat met dat ding op mijn hoofd en toen op een gegeven moment alles ging op zwart. En er werd geregistreerd dat alles op zwart werd in de zin van, omdat die cassette recorder, die was 200 getalletjes verder. En dat was allemaal weg. Maar net voordat die Hans en de ik-beleving weer terug was, was er gewoon dus die duisternis, die een soort duister licht, zou ik maar zeggen. En die zag gewoon iets omhoog komen. Ja, niet dat er echt, het is een vertaling, het kwam niet echt omhoog, maar het kwam ineens. En dat was dus allemaal net een fractie voordat ik weer in die kamer zat. Nou, dat was een soort shockervaring en ik schrok met Lazarus, weet je wel, omdat ik ook gewoon van toeten nog blazen wist. Ik had nog geen spiritueel boek gelezen, dus ik wist helemaal niet wat er gebeurde. Later gebeurde dat gewoon door stil te zitten nog een aantal keer, dat dat gewoon gezien werd, maar dan heel rustig. En dan leek het ook, hè, ons brein die maakt daar een soort filmpje van. Dus die zet het lineair, maar het leek meer allemaal in één moment te gebeuren. Maar goed, het brein dat vertaalt dat in fragmentjes na elkaar. En dan kon je dat gewoon heel goed zien, van er is gewoon niets, om het maar even zo te zeggen. Dan komt er ineens een klein vonkje licht. En meteen met dat vonkje licht zijn er eigenlijk de verschijnselen. Dus dat gaat zo snel, alleen omdat je dus het vertraagd als het ware kon afspelen, of het in een vertraagde, in een slow motion leek het te gebeuren, lijkt het dus naar elkaar te komen, maar het was eigenlijk gewoon één baan. En toen werd gewoon duidelijk van dat wat ik wezenlijk ben gaat vooraf aan dat verschijnen van dat licht en die hele, wat we dan creatie noemen of manifestatie of whatever. Nou, een paar jaar later, en dat gebeurde dus een aantal keer dit soort dingen, gewoon zomaar, krijg ik die boeken van Nisargadatta en Alexander Smit in handen. En vooral bij Nisargadatta zag ik gewoon dat staan. Ik heb dat nooit verder ergens gelezen, alleen bij hem. En vandaar dat ook de voorkeur lag bij zijn teaching, zeg maar, want het made most sense to me. Hij beschreef gewoon letterlijk wat er gebeurde. En ik had allerlei dingen gelezen die erop leken, maar dat was het niet. Ja. Maar die speldenprik, dat gaat dan over, dat is een eenmalig moment, die zit niet altijd. Nee, dat is de hele tijd. Ja, de grap is van dat dit wat ik net beschrijf, gebeurt de hele tijd. Ja. Het is niet een ooit. It's right now. Ja, ja, ja. Er is nu gelijktijdig als het ware het onderliggende, het absolute om het zo maar te noemen, er is nu tegelijkertijd de bang van consciousness en de verschijnselen. En het hele spel, dus het spel van bewustzijn, van wel ontwaken, niet ontwaken, identificeren, niet identificeren, het verschijnen van allerlei emoties, gedachteconstructies, whatever. Dat is allemaal right now. Mm-hmm. En als dat gerealiseerd is, dan zodra je daar even aandacht aan geeft, zie je als het ware of, ja, daar is geen taal voor, want het is niet een ervaring, want dat is alweer tijd. Maar goed, ik heb geen andere woorden. Ervaar je dat eigenlijk de hele tijd? Die rare, je zou bijna zeggen, stapeling. Maar dat is allemaal nu. Dat is niet ooit een keer. Kijk, dit niet bestaande punt waar alles zich in één moment doorheen wringt en wat ontploft of zo. Ja, daar lijkt het op. En het is een soort oorzaakloos gebeuren. Dus voor het moment dat die speldenprik of die, hij zegt ook wel eens, boodschap van ik ben, het is alleen maar een message. Voordat die komt is er niets te zien wat aanleiding geeft om te verwachten dat die komt. Er is geen oorzaak. Wat voor ons, voor het denken heel lastig is, want wij geloven uiteraard in causaliteiten, meestal werken die ook zo, en in wisselwerking. Maar er was niets wat deed vermoeden vlak daarvoor, hoewel je kunt niet echt zeggen daarvoor, want er is geen tijd, want tijd ontstaat pas als die I am actief wordt. Weet je wel, is net als met die Big Bang, wat was er voor de Big Bang? Aangezien daar de tijd ontstond, kun je niet zeggen wat daarvoor was. Dus het lijkt daar ook heel erg op, als een soort Big Bang, maar dan van consciousness.
Dus er was niets wat erop wees dat bewustzijn zou komen. En ineens was het daar. En om het lullig te zeggen, zei ik toen een keer van, het is net alsof het absolute een boer liet. En net voor die boer was er geen aanleiding om aan te nemen dat hij bier op had en een boer ging laten, maar hij boerde. En nou, dat bleek bewustzijn te zijn. En daarbinnen leven wij dan, binnen dat I am domeintje, wat dus vanuit het absolute gezin als het ware een speldenprik is. Maar tegelijkertijd het machtigste wat er is, want alles draait erop. Het hele universum is er een manifestatie van. It's pretty amazing. Dus daar is allemaal tegelijkertijd. Het is helemaal hier, dat krankzinnige universum, en tegelijkertijd niet. Ja, dat is cool. En dit is alleen maar de woordelijke uitleg ervan. It's not like that, maar. En heb je met dit ook, waar je nu over praat, ook dat je daar je concentratie meer. Dat er een soort van leermoment in zit om daar in te verblijven. Voor mij niet. Meer of nooit? Wat ik zei, er waren een paar jaar dat zitten plaatsvond en verzinken enzovoorts. Maar, en ook dit heb ik vaker gezegd, van normaliter door de dag heen, ik ben hier nooit mee bezig. Ik praat hier met jullie over, of als mensen op een sessie komen. Mm. Maar mij boeit het verder niet. En het is net als het voorbeeld wat ik er straks gaf van die vloer die er de hele tijd is. Ik weet dat die vloer er is, dus ik hoef niet de hele tijd van, och, kijk die vloer er nou toch eens zijn. In het begin wel, want ik had altijd vloerloos geleefd, laten we zeggen. Weet je wel, en als je dat dan op een ineens ontdekt, dat je niet in het luchtledige zweeft, maar je staat, ja, dat is heel vet. En dan heb je daar heel veel aandacht voor. En op een gegeven moment van, ja, een vis zwemt in het water en een mens loopt over de grond. Dus nu, omdat hij dat vraagt, weet je wel, vertel ik hierover. En dan begint de beleving daarvan, voor zover je dat dan zo kan zeggen, heel erg zo dat bewustzijn in te komen. En dan vind ik dat kei gaaf. Weet je wel. Maar straks gaan we gewoon Ferry kijken. Geweldige serie op Netflix. En ja, dan ga ik echt niet bezig met het absolute, want dan wil ik wel even zien wat daar gebeurt. Met die pillendraaiers. Want dat is kei vet. Zak chips erbij. Oh, nee, beter niet. En zoals Alan Watts, die zegt dat je als mens een soort opening bent, waardoor het universum naar zichzelf kan kijken en zichzelf kan leren kennen, vrij vertaald. Ja, dat is leuk gezegd. Is dat een doel? Nee, maar dat is gewoon hoe Alan Watts dat uitlegt. En dat is leuk. Maar ja. Dat is een verhaaltje, want het zit helemaal niet naar zichzelf te kijken. En het is helemaal niks van plan. En, ja. Maar het is een leuke manier om dat te zeggen. Want dit doet weer vermoeden dat dan dat zijn, of whatever, hoe we dat noemen, geïnteresseerd in zichzelf zou zijn. Ja, en daar iets van zou willen leren of zo. Nee. Maar het leuke daarvan is wel dat hij het daarmee onpersoonlijk maakt. Van, het gaat niet om jou. Het gaat om dat zijn wat zichzelf ziet. Weet je wel? En ja, ik ben best een fan van hem. Maar aan de ene kant is hij een beetje fluffy en wat romantisch. Aan de andere kant had hij een heleboel dingen waarmee hij zeker in die tijd dingen doorprikte en al verwijst naar het onpersoonlijke karakter. En dat is het coole eraan. En he's very funny. Dus dit kan dus weer zo'n opening zijn van als we ineens beseffen van, wow, ik ben die plek waar het zijn zichzelf aan het beleven is. Dat geeft een andere ervaring dan ik moet mijn hachje zien te redden in deze maatschappij. Het is toch een beetje een beperkte revisie, zou ik maar zeggen, hoewel iedereen daaraan doet natuurlijk. Maakt het voor het bewustzijn iets uit wat wij doen? Nee. Dat vind ik regelmatig heel, heel relaxed. Bevrijdend. Wat doen we hier in godsnaam? Dat vraag ik me wel eens af. Leven. Dan het bewustzijn ervaren. Dus ik ervaar dat ik dingen ervaar.
En ik heb wel eens het idee dat dat het enige is wat ik hier doe. Dingen ervaren. Ja, zo kun je dat zeggen. En strikt genomen is het dus om het even wat er ervaren wordt, tegelijkertijd, even niet er wel heen niezen, ja? Tegelijkertijd heb je ook te maken met het organisme wat talent heeft voor dit en niet voor dat. En wat dus zijn kantlijnen heeft. En zo'n organisme, dat wil zichzelf ook een beetje uitleven. Maar echt de nut van het geheel? Nee, maar er is helemaal geen nut. Nee. Dus alleen, er is alleen maar nut, heb ik vaker gezegd, binnen een beperkte context. Dus als ik wil dat dit organisme nog een dagje doorleeft, is het handig om er wat eten en wat water in te gieten. Dat is dan het nut. Maar doelen in het leven? Nee, dat slaat nergens op vanuit een ontwaakt perspectief. Het slaat wel ergens op vanuit een geïdentificeerd perspectief. You better have some purpose and some goals. Want anders ga je een oeverloos, vervelend leven tegemoet. Dus wat geldig is op het ene niveau, is niet meer geldig op het andere niveau. Maar we moeten niet die niveaus door elkaar halen. Maar tegelijkertijd kan ik me daar heel down door voelen. Waardoor? Door, wat doe ik hier in godsnaam? Maar als je inziet dat het de verkeerde vraag is, is het geen probleem meer. Om waarom leven wij? Om te leven. Verder niks. Wat zou een betere, ik weet niet of ik een vraag, maar... Nee, gewoon inzien dat de vraag niet deugt, dan is de vraag weg. Oké. Het slaat namelijk nergens op. Nee, dat is voelbaar. Ja, dat is lekker makkelijk. Daar is een van de dingen van overtuigingen of vragen onderzoeken. Dat betekent niet dat we daarna een betere vraag of een betere overtuiging krijgen, maar idealiter dat de overtuiging of de vraag aan de kant is. Dat de vraag gewoon niet... Ja, die is gewoon irrelevant. Ja. Oh. En er zijn heel veel perspectieven op, dus als we weer even kijken gewoon vanuit een dierlijk perspectief, mensen zijn dieren, nou wat willen die? Overleven. Nou. Iedere dag dat je leeft is dat dus gelukt. En daar is een tijdelijk spel uiteraard, want een keer lukt dat niet meer. Je kunt het ook natuurkundig bekijken, dat is ook geestig. Dan gaat het over de entropie en de weerstand tegen de entropie. Entropie is het verval van ieder systeem. Dus je moet aan een systeem energie toevoegen om het in stand te houden. Zolang dat kan, leeft dat systeem of werkt het systeem. Op het moment dat het niet meer kan, wint de entropie en vervalt de boel tot chaos. Dat is ook een leuk perspectief. Het leuke daarvan is namelijk dat het onpersoonlijk is. En heeft dat nut of whatever? Nee, maar zo werkt het dus gewoon. Er ontstaat een systeem, een systeem heeft altijd de neiging om zo lang mogelijk weerstand te bieden aan het verval. Dat is het spel. En dus je hebt krachten die die vorm proberen te behouden en je hebt krachten die de vorm proberen te verpletteren. Genereren, onderhouden en destructie. Dat zijn basically drie krachten. Dus er wordt iets gegenereerd, dan wordt dan zolang het leeft of werkt het onderhouden. En ondertussen is constant de destructie bezig om te kijken om het systeem onderuit te krijgen. Dat geldt op alle levels. Dat is great. Heeft dat nut? Nee, het is hoe het werkt. Is dat echt zo'n vette ego-vraag? Wat is het nut? Ja, yeah, want we willen betekenis hebben. Nou, ik niet. En wat het nut is van het functioneren van X of Y organisme, strikt genomen wordt dat altijd beantwoord door de anderen. Ik kan nooit weten wat mijn nut is. Zelfs niet als iemand tegen mij zegt van dat het een nuttige bijeenkomst was, of een waardeloze bijeenkomst, of whatever. Weet je wel, dan is dat iets wat iemand zegt, maar wat zijn of haar totale beleving is, heb ik geen idee van. Wat de totale impact ervan zal zijn door de tijd heen, kan ik niet bepalen. Nou, als dat alleen al tot me doordringt, kan ik meteen ophouden met me druk maken over mijn nut. En wat dat, het fijne ervan is dat het dan zichzelf bevrijdt, en dat ik zo spontaan als ik kan en zo goed als ik kan me zal uitdrukken. En wat er van komt is niet aan mij. Freedom.
En op een absoluut level heeft sowieso niks nut. Boeien. Dan kunnen we net zo goed een beetje naar ons zin hebben. Nou ja, toch. En daarom noemde McKenna het attractiepark, toch? Yes. Je kan hier een hoekje gaan zitten huilen, maar je kan je ook gewoon vermaken. Ja, precies. Ik heb wel, als ik een instantie belde, heb ik jaren gedaan, dan zeggen ze, heeft u nog vragen? En dan zei ik, ja hoor, waarom leven wij? Ook als heel raar ervaren aan de andere kant. Maar als je dat vaak genoeg gedaan hebt, dan tegenwoordig zeg ik van, ja, maar dan ga ik jou niet mee lastigvallen. Je zegt dat absoluut, hè? Dat is zeldzaam dat mensen daar ineens naartoe verschuiven. Heb je een soort van kunnen ontrafelen wat dat voor factoren zijn? Nee. Ik heb geen flauw idee. Of kenmerken niet, nee. Nee. En als je daar eenmaal, want je zegt hè, dat gebeurde een aantal keer, dus kennelijk dat stabiliseren in die tussenfase is kennelijk ook aan de orde in het stabiliseren in dat absolute, of is het als je die verschuiving gemaakt hebt dat eigenlijk niet meer terugkomt? Nou, ik denk zelf dat als het helder genoeg wordt gezien, om het maar zo raar uit te drukken, dat één keer eigenlijk genoeg is. Dus ik snap ook niet zo goed van waarom dat een aantal keer moest, maar misschien was deze heel dom. Dat kan ook. Want nogmaals, vanuit een bepaald perspectief gezien, ik hoef maar één keer te weten dat ik over de grond loop. Right, dan weet ik het. Nou ja, maar als ik naar mijzelf kijk met die tussending, zeg maar, er was zo'n verschuiving en op een gegeven moment kwam er weer een zorg, iets waar ik me druk over. Toen dacht ik, ik zag het letterlijk komen aanvliegen zo ongeveer. Van, daar is ze weer, hè, dat geleuter en al die dingen erbij. En dus ik kan me voor, maar ik had niet de wakkerte om te beseffen. Ik wist helemaal niet wat er gebeurde. Ik had geen idee, hè? Mm-hmm. Dus ik had niet de wakkerte. En bij jou, als ik dat hoor, was het ook een soort van, hè, dat je wist niet waar het over ging. Ja. Dus, en natuurlijk is kennis, hè, wat je aan het begin zei, dat het ook kan belemmeren, omdat je dan... Ja, maar het kan ook handig zijn. Ja. Dus, het is niet een... Ja, ik wil natuurlijk weer dus voelen, maar... Ik heb ook wel eens gezegd, omdat er andersoortige ervaringen waren al veel eerder, van toen ik 14 en 16 was en zo. Van als ze toen wat dingen tegen me hadden gezegd, als er mensen hadden rondgelopen die iets van Advaita wisten, dan was misschien een hele route niet nodig geweest. Ja, misschien, maar zo ging het niet. Dus dan had context en wat kennis heel helpend kunnen zijn. Maar het zelfonderzoek, de zelfonderzoeksneiging, die zat er al gewoon op. En dat gebeurt vaker. Dat noem ik dus dat stumbling into things. Van als er frictie genoeg is, of sommige mensen die hebben gewoon spontaan ineens een inzicht of zo'n verschuiving. Ja, dat gebeurt, want dat past allemaal binnen dat tovertoneel of dat pretpark. Weet je wel, anything can happen, any moment. Oké, daarna is het fijn, en daarom heb ik ook wel eens gezegd, sommige dingen moeten twee keer gerealiseerd worden. Van eerst, je stumble into it en je ziet iets in en ze trekken het gordijn weg en wow, ziet het er zo uit. Maar ja, het gordijn gaat weer dicht. En dan moet je in het gordijn zien te zoeken en waar die katrollen zitten. En dat is nog best een gedoe. En die tweede keer is het bewust, weet je wel. Dus ik had mijn geval van twee keer nog kunnen snappen. Niet waarom dat vaker gebeurde, maar misschien gewoon puur omdat het toegankelijk was. Maar je zegt de tweede keer, was dat bewust? Was dat bewust dat het je overkwam en dan... Ja. Er was ook onmiddellijk de herkenning van, that's the same. Ja. Alleen de eerste keer schrok ik met Lazarus, dus dan zit je in een soort halve shock. En je weet niet precies wat er gebeurt en ben ik nog gek aan het worden of heb ik iets belangrijks gezien, weet je wel, dat is allemaal onduidelijk. En je weet al genoeg op dat moment dat je niet met anderen erover gaat praten, want dan zit je zo bij de psychiater. Dus dat was gewoon een hele andere context. De tweede keer dat dat gebeurde was een aantal jaar later en toen was ik al begonnen met spirituele boeken lezen en wist ik dat er zoiets als zelfonderzoek bestond. En, dus er was al wat meer context. Maar dat was weer een overkomen, zeg maar. Het was niet wat je zei, toen ging je, dan ga je op zoek naar de dingen die om wat open te maken, zo, maar
Dat klinkt als een persoon die daar... Nee, ik was niet op zoek naar dat absolute, want die term kende ik nog niet, omdat ik niet zo dat dan nog niet was tegengekomen enzovoort. Nee. Maar ik was wel bezig met te onderzoeken van hoe de mind werkt, hoe emoties werken. Achteraf gezien was ik in feite al bezig te onderzoeken van hoe bewustzijn functioneert. Alleen zonder dat ik die woorden had. Ik had geen Advaita boek gelezen, dus die termen die waren er niet. Maar dat was wel wat er aan het gebeuren was. Dat was die zelfwaarneming, die was er. Het besef was er ook gewoon dat er iets was wat keek. Maar dat had ik al veel langer. Alleen ik had daar geen woorden voor, weet je wel. En ik had ook de naïeve idee dat iedereen dat had. Ja. Nou, dat leer je snel af als je dat dan een paar keer roept tegen mensen. En ze gaan heel raar naar je kijken. En, dan op een gegeven moment kom je dan dus boeken tegen en je hebt het dan wel eens af en toe over iets. En dan kan iemand ook zeggen, maybe you should read this. En toen ging ik met dat energiewerk bezig. En dan kom je natuurlijk allerlei mensen tegen die al met van alles en nog wat bezig waren. En daar kreeg ik dan het boek van Alexander Smit en langs een ander kanaal. In dezelfde week het boek van Nisargadatta. Welk boek was dat van Nisargadatta? Gewoon Ik ben en zijn. Een van die twee delen. Ja, en dan heb je ineens zoiets van, oké, ik ben niet gek, want hier staat het gewoon. I know this. Dus dat was alleen maar ja. En af en toe even van, raar taalgebruik, gezeur over guna's, what the fuck is that? Weet je wel, nou ja, goed, dan moet je gewoon even leren. Maar voor de rest gewoon, en bij Alexander ook, van ja, hier staat het gewoon. En ik moet moeilijk doen. Had niemand dat even 3 jaar geleden kunnen rijden? Ja. Nou, dan laten we het daarbij. Dank jullie wel allemaal. Dank je wel, Jan. Graag gedaan. Thanks.